ben 28. Ik ben een hedendaagse danseres en op het moment ook een jonge choreografe. Voornamelijk mezelf en de focus ligt bij jongeren en kinderwerk. Ik ben Rabina Mia, ik ben 27 jaar en ik ben ook een danser en een performance artist. En ja, ik ben ook bezig met, ik ben ook op weg om een maker te worden. Ja, dans is super breed voor mij. Ik heb eigenlijk vrij laat leren kennen dat dans iets apart is dan beweging. Dus voor mij was dat soort een ontdekking. Een van de belangrijkste expressie dat een mens kan hebben is dans, denk ik. Want iedereen kan bewegen. En dus voor mij, iedereen kan dansen. En het betekent voor mij ook persoonlijk, het was een grote groei in mijn leven. Ik werd plots heel zelfzeker en het heeft wel een heel grote impact gehad op mij. Omdat je echt voelt van, ik kan echt iets doen. En elke week heb je een soort van improvement. Je wordt beter met de tijd als je blijft dansen. Ja, ik ben heel vroeg begonnen met dans. Ik was echt heel jong. Dus dat is zo mijn hele leven meegegaan met mij. En voor mij is dat iets dat... dans geeft mij heel erg veel vrijheid. Ik ben heel slecht met woorden en met dans kan ik de juiste woorden vinden. Of ik kan uitleggen wat ik voel of wil uitspreken. Dat eigenlijk niet lukt met echte woorden. Mm. En dat echt puur genot is waar ik niet... Of ik iemand anders kan zijn voor een moment. Om even uit het echte leven te gaan van die structuur. Mm. En echt gewoon vrij uit te zijn wie dat ik ben. De toekomst als artieste. Ik heb al heel veel gedaan als artieste. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met alle kansen die ik al heb gekregen. Ik zou heel graag mijn kennis dat ik heb, vooral meegeven aan nieuwe generaties. Daarom dat ik als maker mij graag wil focussen op kinderen. Zodat alles wat ik eigenlijk heb geleerd, aan hun kan meegeven. Dus ik zie mezelf in de toekomst meer als een choreograaf voor kinderen of ergens dat ik nog in het theater begeleidingen kan doen, meer die soort richting uit. Voor mij, ik denk dat toekomst in twee richtingen bestaat. Ik zie een toekomst voor mij als artiest om... ik denk dat er meer kansen zullen zijn waar ik echt vrij kan zijn om echt mijn ideeën te brengen en dat er een openheid is. Die is er al en ik denk dat er meer openheid zal zijn in de toekomst. En dan heb je de toekomst van de kunst zelf. Ik denk dat er heel veel in beweging is. Heel veel vragen zijn die worden gesteld. Heel veel kritische vragen. En het is een heel interessante moment, want wij zitten echt zo net in die beweging. Ja. Dus ik ben echt nog benieuwd hoe dat gaat evolueren. En welke rol dat ik dan zal spelen in deze soort fase. Dus ja, het is wel ook alleen met de huidige situatie, het is iets minder. Maar ik zie hoop in de toekomst. En ik hoop dat ik juist ben. Geluk bij anderen. Het is misschien heel bizar, maar ik vind het heel fijn om mensen te helpen. En een lach van iemand anders maakt mij weer heel gelukkig. Zien dat ik iets goed kan doen naar iemand die iets nodig heeft. Of, het zit hem echt zo in de hele kleine dingetjes. Gewoon mensen zien en die dankbaarheid in mensen. Yeah. Ja. En ook natuur. Natuur maakt mij heel erg gelukkig. Ja, ik ging eigenlijk ook zeggen natuur. Maar wat mij het meest gelukkig maakt, is om echt in een moment te zijn. En als ik dat gevoel heb, is echt zo... Het is niet direct een happy feeling of zo, maar er is echt zo'n grote voldoening. Om aanwezig te zijn in een moment waar je aan het werken bent. En maakt niet uit wat voor werk dat je eigenlijk doet.
Ja, ik wil de Schouwburg van Kortrijk heel erg bedanken voor deze uitnodiging en samenwerking. Het was super fijn om hier te zijn vandaag en om onze ideeën te delen. Ik ben Rabina. Ik wil de Schouwburg ook enorm bedanken vandaag. Het was heel fijn om een platform te krijgen waar wij onze nieuwe creatie konden tonen. Om terug de mogelijkheid te hebben om eigenlijk te kunnen dansen op het podium. En heel erg bedankt daarvoor. En ik ben Nina.